Ware en onware verhalen van Eduard het Schaap. Dit is het kinderboek van mijn vader, dat ik na hem ook behoorlijk stuk heb gelezen en waarover ik al eerder vertelde in een eerdere video verhalen uit de oude doos. Dit boek is geschreven door Adolf Melchior, die leefde van 1898 tot 1962 en uitgegeven naar aanleiding van het 700-jarig bestaan van de stad Haarlem. Ja, dit boek is helemaal stuk gelezen, zei ik al. Het staat vol met bizarre kinderverhalen, met bizarre tekeningen. Als je het ziet, de verhalen hoort, dan kun je je voorstellen dat je daar als jong kind best wel een klein beetje kriebels, bibbers van krijgt. En misschien ook wel af en toe eng zou kunnen vinden. Hoe dan ook, ik heb er altijd van genoten. En op verzoek van een van jullie, lees ik er een verhaaltje uit voor. De warmwaterkat. Buurvrouw Neeltje had een poes. Of nee, het was een kat. Een dik maar lenig monsterdier, dat liefst maar vogels vrat. Zo zat hij schattig in de zon, dat niemand kwaad vermoedde. En dan ineens een angstig geschreeuw en het vogeltje dat bloedde. Kijk, daar kwam Neeltjes kat weer terug. Jawel, hij had er eentje. Maar gauw daarna sliep hij weer in, nog kauwend op een beentje. Toen Kay eens zondags een biefstuk had, van opgespaarde centen, had zij het druk met allerlei, en kookte rijst met krenten. De biefstuk naast de koekenpan lag klaar om zo te braden. Maar Neeltjes kat kreeg hem in het oog, en, nou, dat kun je raden. Toen Kay haast klaar was met de rijst, en biefstuk wilde bakken, zag zij den kater op de schuur. Die had haar bief te pakken. Wel, schreeuwde Keetje, houd den dief! Smeet grind met beide handen, maar slechts een schuurruit werd vernield, terwijl haar rijst verbrandde. Een poesje? Nou, die was al weg. De tuin in van neef Klaasie. Dan krabde hij viooltjes om en toen een bed spinazie. Hij groef een kuil in het groentebed en deed daarin een hoopje. Doldriftig rende Klaas uit huis, wild brullend, beest, ik stroop je. Maar ja, de kater wachtte niet, hij hield niet van die preken. Dus sprong hij snel in Antjes tuin, daar lag de was te bleken. Een witte sjaal lag in de zon, die Antje juist gebreid had. Poes dacht dat het een bedje was, dat Antje daar gespreid had. Met poten, van de modder zwart, bereidde Poes zijn bedje. En maakte van de witte sjaal een half verscheurd zwart netje. Al spoedig sliep de dikke kat, als in zijn eigen mandje, totdat hij eensklaps wakker schrok van het gegil van Antje. Die rende bleek van razernij, nog in haar onderrokken, met zonder tanden in haar mond, de tuin in met drie stokken. Haar valse vlecht hing in een boom, haar slof lag in een plas en razend sloeg ze op de plaats, waar net de poes nog was. Floep, deed de poes. Weg was het beest. En met een droef gehuil keek Ant naar het restje van haar sjaal. Een wollig hoopje vuil. Och, toen Charlotte van de Hoek naar haar kanarie zag, was Pietje weg. Terwijl de kooi vol kattenhaar lag. Ze riep de hele buurt bijeen en alle mensen kwamen. Alleen buur Neeltje vroeg me niet. Toen sloot Sophie de ramen. En sprak met tranen in haar stem, mijn Piet is opgevreten, door Kees, den kater van buur Neel. Dat kan ik nooit vergeten. Het is bar, riep Kee, dat monsterbeest, stal pas bij mij een biefstuk. Bij mij vernielde hij een sjaal, riep Ant, zodat ik graag dien dief druk. En dan nog mijn spinaziebed, dat hij geheel bevuilde, kreet Klaas, die het niet behouden kon en nu van woede huilde. Heel de vergadering werd stil. Van zoveel boze streken. Dat beest moet dood, zei Klaas Kordaat, terwijl je hem zag verbleken. Ja, hij moet dood, riep iedereen. Hij moet kapot, die kinkel. Maar, allen sprongen angstig op. Er klonk een luid gerinkel. Van glas dat stuk viel op de grond. Ze snelden naar de ramen en zagen hoe een vis en poes uit Grietjes kamer kwamen. De vis had poesje in zijn bek. Hij sloop er snel mee heen. En daar lag Grietjes goudviskom in scherven op de stenen.
Toen Grietje weer was bijgebracht uit haar bewusteloosheid, begon de krijgsraad overnieuw over kater Kees zijn boosheid. Ik grijp het beest en hang hem op. Ik zal zijn kop afhakken. Ik kook hem levend, maar, riep Klaas, krijg ik hem te pakken? De een sprak van een diepe kuil, de ander over strikken. Kees wou een kogel in gehakt, zodat het beest zou stikken. Maar ja, dit alles had bezwaar, want al het zou mislukken, dan sprong de kogel uit elkaar, maar ook Burneel aan stukken. Toen ging de goeie Sophie haar slimme plan vertellen, hoe men het monster van de buurt nu eindelijk zou vellen. Ze fluisterde met hees geluid, dat zacht van moordlust beefde. En ieder wist dat Poes dit plan beslist niet overleefde. Bloeddorstig werd het plan bepraat, uitvoerig uitgewerkt. Maar pas goed op, dat Neeltje Buur hier zeker niets van merkt. Op de goede afloop werd toen half om half gedronken, met koppen die van woeste drift van moord en wraak zich blonken. De buren spaarden dagenlang, want heel veel geld was nodig, dus niemand kocht meer koek of taart, want dat was overbodig. Toen men 3 weken had gespaard, kwam men weer bij elkander en ieder kreeg zijn rol bedeeld en kocht het een en ander. Buur Keetje ging op bokking uit en kreeg nog haringkoppen en ook nog 3 pond stokvisvel om Poesje vol te stoppen. Dit alles moet zo klaargezet dat Poes dit ook kan snijden. Ook Keetje droeg haar steentje bij om Poes een loer te draaien. Sophie, die lekker koken kon, de heerlijkste gerechten, bereidde schotels zoete brei om het ondier te bevechten. Neef Klaas, die steeds nog razend was, kocht room en appelbollen. Die at hij zelf, maar met de room besloot hij Poes te mollen. Buur Grietje, die niet achterbleef, kocht 14 ons garnalen. Die werden op een stoel gezet, dat Poes ze zo kon halen. Gelijk werd alles klaargezet, heel vroeg, voor Poes ging slapen. Die moest het zien, maar ruiken ook. Een zoet, maar dodelijk wapen. De buren gingen weer in huis, zag sluipend op hun tenen en gluurde naar de monsterkat, zo gauw die was verschenen. Ze bibberden van ongeduld, van wraaklust en van koude. Ha, daar kwam Poes. Hij snoof eens op, terwijl hij zacht miauwde. Eerst kwam hij bij het stokvisvel. Dat ging hij snel verslinden. En bokkingen en haringkop, nou, of hij die kon vinden. Toen hij het opgevreten had en het schuurtje had beklommen, zag hij Sophie de rijste brei, die klaar stond in 2 kommen. Ha, dacht de kater, dat is werk, dat is wat voor mijn maagje. Op al dat zoute visgerecht legt dit een smeuig laagje. Begerend sprong Poes Kees omlaag, voorzichtig telkens loerend. Snel at hij beide kommen leeg en vluchtte weg luid boerend. Hij sloop de heg door naar Charlotte en keek verbaasd naar boven, maar spoedig was die leverworst volkomen opgekloven. Hij rook wel varkensvlees, maar kon de lappen eerst niet vinden, maar weldra zat de dikke kat ook die nog te verslinden. Charlotte kneep zich van plezier toen zij hem traag zag hijgen. Ze kraaide zachtjes, monsterbeest, nu zullen we je wel krijgen. Poes hoorde wat en nam de vlucht, de plaats op bij buur Grietje. Die zag hem komen, rond en dik, ze beefde als een rietje. Zou hij nog eten, het monsterdier? Of zou hij niet meer kunnen? Maar, toen hij de garnalen zag, vat hij weer als de hunne. Al de garnalen at hij op. Griet zag zijn buik steeds zwellen. Oh, dacht ze, als het hier gebeurt, dan kan ik het vertellen. Maar mis, Poes, er gebeurde niets. En stil verdween de kater. Hij zuchtte droef, hij kon niet meer en dronk van buikpijn water. Maar toen kwam hij in Klaas zijn tuin langs de spinaziebedden. Toen zag hij daar de roomkan staan en was niet meer te redden. Verdraaid, ach Poes, lui lekkerland. Dat kan niet beter wezen. Een schaal met room en Klaas niet thuis. Nu heb ik niets te vrezen. Zijn vel stond spannend om zijn buik. Zijn maag die stond op scheuren. Maar schotels room zou laten staan? Nee, dat mocht niet gebeuren. Dus hijgend schepte hij weer moed en ging terstond aan het slikken. Zijn buik stond strak, maar Poes ging door, al dreigde hij te stikken. Poes kon niet meer, maar gunde toch de room niet aan een ander. En toen een reusharde knal, en Poes sprong uit elkander.
Zijn darmen vlogen in het rond, de brei spoot wild naar buiten. Een bok in kop, slechts half gekauwd, droopt traag langs Klaas zijn ruiten. Zo dreunde zwaar de knal nog na en trilde nog de muren. Of daar klonk al het vreugdgeroep van de verloste buren. Ze renden vrolijk uit hun huis om alles te vertellen. En Keetje gleed nog lelijk uit over twee stokvisvellen. Natuurlijk, zonde was het wel van al dat kostelijk eten, maar toch, hun doel, dat was bereikt. De kater was gespleten. Het was zoenen en gefeliciteer. De buurtplaag was verdwenen. Maar toen ineens een rauwe gil. Burneeltje was verschenen. Zij zag haar kater op de grond, zijn buik vol grote scheuren. Ze snikte droef en vroeg ontzet. Hoe kon dat nu gebeuren? Maar niemand die haar antwoord gaf. Ze weende zacht. Och, arme. Hoe moet ik van de winter nu mijn oude botten warmen? Ik leid zo zwaar aan reumatiek, nu zal ik zeker sterven. Want Poesje was mijn kruik en troost en nu moet ik hem derven. En hoe? Want toen viel Neeltje flauw, van droefheid en van smarten. Verschrikt keek men elkander aan, met angst en vrees in het harte. Aan Neeltje had men niet gedacht, alleen maar aan den kater. Wat nu? Nee, jij, ik niet, maar jij, klonk hun verward gesnater. Daar zaten ze, wat nu gedaan, wat hielp hun vurig bidden. Daar lag nu Neel bewusteloos en Poes dood in hun midden. Maar toen kreeg Griet zo'n goed idee, dat Neel ervan ontwaakte. Hoewel ze, toen ze Poes weer zag, stil in een hoekje braakte. Die kat, zei Grietje, neem ik mee naar Hein, de klerenmaker. Die repareert ook bont en zo, dat doet die Hein wel vaker. Hij prepareert die dode Poes en naait hem aan elkander. Tot het weer echt een kater is, zo prachtig als geen ander. En aan het einde van zijn staart, daar maakt de smid een kraantje, van koper, zodat het niet lekt. Dat is toch zeker zijn baantje. En als het nu weer winter wordt, neemt Neeltje buur haar kater, en vult het hele kattenlijf met lekker warm water. Hoera, de warmwaterkat! Lang leven Neeltjes kater! Riep heel de buurt. Wij zijn hem kwijt! En Neel haar zorg voor later.